is een dorp in Nederland, misschien dat je het kent. Daar gaat het leven anders dan je bent gewend. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Vol van avonturen en van spanning en plezier. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Zelfs als je alleen bent, heb je toch plezier of hier. Joepie, ja! Joepie! Attentie voor koning Volmar! Ja, zo is het wel genoeg. Goedemiddag, plebs. Van harte welkom op het feest van de grote koning Volmar. Koning Bolderkar! Heeft u dan ook pannenkoeken? Stilte als de koning spreekt! Ik begrijp dat het jullie een hele eer is om hier aanwezig te zijn. Lekker, met poedersuiker en met stroom. Oh, joepie! Stilte als de koning spreekt! Oké, ik zeg al niks meer. Zometeen dan kunnen jullie hier binnentreden in deze feestschuur. En daar wacht jullie een verrassing. Stilte als de koning spreekt! Ik zeg toch niks? Ik maak muziek! Noem je dat muziek? Dit is muziek! Hey, stumpers! Lijkt natuurlijk helemaal nergens op, hè? Dit is muziek. Zo, dan mogen jullie nu de feestschuur binnentreden. Kom maar binnen. Ja, een beetje doorlopen. Ik zag een rookwolk. Ja? En die ben ik gevolgd. Ja. En die rookwolk werd opeens een vrouw. Maar dan weet je dus precies waar de stormvrouw is. Daar zo. Mama! De stormvrouw. Eindelijk. Weet jij hoe mama weer wakker wordt? Ja hoor, je pakt haar gewoon bij de hand. Is dit alles? Ja. Rinkel! Ze moet me natuurlijk wel vast blijven houden. Zeg, meneer Volmar, wat heeft dit eigenlijk te betekenen? Waarom staan we opeengepakt in deze muffe oude schuur? Dit is de feestschuur, mijn beste. De feestschuur? Deze sjovele, schamele hut, dit is toch geen feest. Otto, de deuren. Zo, nog even en dan komt de stormvrouw. Maar wat ik niet begrijp is, waarom kwam ik in een bos terecht toen ik dat restaurant binnenging? Ja, dat restaurant is een van de poorten naar Belderplons. Maar je moet weten, dit dorp heeft zijn eigen wijsheid en bepaalt zelf wie je toelaat en wie niet. Nou, en het is maar goed dat je er bent, want zonder jou hadden we nooit op tijd de stormvrouw gevonden. Mam? Ja, lieverd? Als Jauger jouw hand vasthoudt, is die hypnose dan weg? Nou, niet weg, maar Jauger laat me eruit ontwaken.
Ik voel bij Johan bepaalde magie in zijn handen en daarop reageert mijn eigen toverkracht. Een soort magische klik. Ja. Goed, Mitte, we wijzen jou de weg terug naar je moeder. Een rinkel, met jouw moeder ga ik naar Volmar. Wat gaan we daar doen? We gaan ervoor zorgen dat hij de hypnose voorgoed verbreekt. Dan kan je weer gewoon jezelf zijn. Kom mee. En wel echt terugkomen, hè? Natuurlijk, schat. Als je daar rechtdoor gaat, dan kom je na 5 minuten bij een boshaag. Daar ga je doorheen en dan kom je vanzelf bij het restaurant. Dankjewel. Oh, wacht. Hocus pocus, hier. In deze steen zit een beetje van mijn magie. Mag je hebben, als aandenken, omdat je ons zo goed geholpen hebt. Wat cool. Bedankt. Dag. Doei. Dag hoor. Zo, en nu gaan wij naar Volmar. Kom. Rinkel! Ik ga erop af. Verwin je aan een driewerfba! Tomatensoep! Is het nog ver lopen naar dat stomme feest? Nou, het is nog wel een paar minuten. Maar blijft hij toch op hangen, toch? Otto, ga kijken of ze het aankomt. Jawel, koning, jawel. Thank you.
Rinkel. Je bent voorlopig veilig. Ik ga naar het feest. Ik moet de mensen redden. Ik dacht toch echt dat het feest hier ergens moest zijn. Is eindelijk die irritante goochelaar verdwenen. Mooi. Dan is nu heel Belderplons van mij, de grote koning Volmar. De wegen van koning Volmar. Het bos van koning Volmar. Lang leve de grote koning Volmar!